Mara, heet de tent Wokkie? Ja, Wokkie is een bakje. En dan als je bakje is, dan Wokkie gaat zitten. Dus zeg maar die wokgerek in de bakje. En dan zetten wij, nemen wij Wokkie. Oké. Heeft u een vrouw? Jawel. Heeft u ook kinderen? Ja, 1 kinder. Waarom bent u deze restaurant begonnen? Ja, ik werk vroeger werk in een restaurant, maar de laatste tijd heb ik een beetje probleem met de schouder. En de dokter zei dat je beter niet in een drukke restaurant gaat werken en gaat zelf beginnen. Dus heb ik zelf beginnen, die tent is niet zo erg druk, maar loopt wel. Maar hij is niet in 1 keer komen druk. Hè. Dus ik kom steeds een klein beetje bij, zo. Dus hij is niet constant, zeg maar, achter elkaar 2-3 uurtje druk. Hè. Heeft u ook werknemers? Nee, wij werken met man en vrouw. Dus een kleine tentje. Hè. Welke eten wordt het meest gekocht? Kompo beef, dat is een rundvlees met gekruide sojasaus en ayam bali. Dat is een kipfilet met pikante saus, dus heel veel wat verkocht. En dan dus een spicy lamb, die is de laatste tijd is nieuw in het menu gebracht en die is ook loopt redelijk goed. Wat gebeurt er met deze zaak als u met pensioen gaat? Ja, dan wordt verkocht. Of gewoon sluit die tent maar. Je ligt aan als je bijvoorbeeld die zag als je goed rijdt. En dan als je staat ik op advertentie die aanbieden voor te koop is. Dan wil ook iemand anders overnemen. Gaat u dan niet liever deze restaurantje aan uw kind geven? Nee, mijn kind die werkt in een computerzaak. Is werk in Amsterdam bij Microsoft en hij kent keuken helemaal niet. Als ik bijvoorbeeld naar mijn kind, dan wordt het kapot gedraaid. Hè? Dus hij kan helemaal niet koken. Wat voor eten verkoopt u wat niet veel verkocht wordt? Wij verkopen geen varkensvlees. En alles product is voor ons is allemaal halal. En er is heel veel wat moslim die komen bij varkensvlees. Bent u elke dag met uw vrouw hier? Ja. Dus wij maandag zijn wij vrij. En dan 6 dagen per week